Menno, ja. We gaan het hebben over de muur. Je reist naar plekken waar mensen letterlijk door zo'n muur uit elkaar worden gehouden. Dat heb je al eerder gedaan in je eerste serie, 2 jaar geleden. Daar heb je toen een tv-beeld mee gewonnen. Gefeliciteerd. Toen was het eigenlijk, het idee was eigenlijk de geschiedenis. Hè? De Oost-Duitse muur. Dat was de aanleiding om over die muren te gaan nadenken. Maar ja, er komen alleen maar meer muren bij, denk ik nu. Hè? Ja, de eerste serie hebben we eigenlijk gemaakt een beetje uit verbazing. Van dit kan toch niet waar zijn. We gingen naar Berlijn en gingen we researchen. En er blijken gewoon verschrikkelijk veel muren te staan. Ja. Dus daar gingen we heen om ons te laten overdonderen. En met open mond reizen we die muren langs. En deze tweede serie komen we eigenlijk een beetje met beide benen op aarde. En komen we erachter dat het, als er eenmaal een muur staat, dat die niet zo snel weg is. Ja. Dat het hele ingrijpende in mensen, in landen, tussen mensen in landen, hele ingrijpende dingen zijn. Ja, al eerder aangehaald in deze uitzending, Donald Trump heeft natuurlijk ook een muur beloofd in Mexico. Ja. Daar was jij ook al. Hè? Daar waren 2 jaar geleden al, ja. Ja, en die muur staat er grotendeels. Grotendeels, die staat er voor 1/3 ongeveer. Stalen muur van 5, 4, 5, 6 meter hoog, dwars door de woestijn. Hield hij wat tegen eigenlijk? Die geleidt de immigratiestroom naar de plekken waar de border control dan met sensoren en nachtkijkers en alles beter kan opletten. Dus het zijn een soort vissen die richting een fuik worden geleid. En als je daar komt, ja, daar heb ik ook gestaan. Dan je stapt die grens over waar dan even geen muur is. En binnen 3 seconden staat er een man voor je snuit met een geweer op zijn rug en in een patrolcar van wat doe je hier? En dus ze houden dat heel goed in de gaten. Ja. Ja. Nu ben je ook voor deze nieuwe serie wat dichter bij huis gebleven in sommige gevallen. Bijvoorbeeld, om even als voorbeeldje te nemen, Ceuta. Ja. Waar ligt Ceuta? Ceuta is een Spaanse enclave in Noord-Marokko. Er zijn 2 oude Spaanse steden, al 500 jaar in handen van Spanje. Als je erin rondloopt, is het net alsof je in Malaga loopt. Maar dat is dus een stukje Europa in Afrika. En als je daar bent, dan ben je in de Europese Unie. Ja. En dan kun je asielaanvraag doen, et cetera. Ze zijn naar Ceuta en Melilla zijn eigenlijk permanent honderden, duizenden Afrikaanse mannen op weg om over de hekken van Fort Europa te komen. Het beginpunt van een vluchtelingenstroom eigenlijk. Ja, want daar, dat is Europa. Ja. Dan ben je. Ja. Je hebt iemand ontmoet, ik heb even zijn naam opgeschreven, Christian Balifuna uit Cameroen. Ja. Moeten we iets van hem weten of zeg je kijkt? Nou, dat is een van de vele jongens die uit een armoedige situatie op weg is naar Europa. We kijken. Voilà là où on s'est positionné. Voilà toute la plage là. La pierre. Voici la pierre. Oui. C'est ici. Quand tu vois déjà l'Europe, où tu meurs, où tu traverses, où tu vis. Mais on a dit bon, maintenant, les gars, vous êtes prêts? Oui. Yala, Boza, 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 Boza. Boza veut dire la victoire, la liberté, parce qu'on a trop souffert au Maroc. Maintenant, il faut qu'on entre en Europe pour continuer, pour avoir une nouvelle vie. Ja, dit zijn, want ik zei net vluchtelingen, maar eigenlijk zijn dit natuurlijk niet echt vluchtelingen. Dit zijn officieel geen vluchtelingen. Migranten. Dit zijn migranten, economische migranten, jongens op zoek naar een beter leven. Ja, wie zou je dat willen ontzeggen? Kijk, deze beelden kennen we natuurlijk wel van journaalbeelden, YouTube, hè, honderden mannen op weg in de nacht om over zo'n hek heen te komen. Ja. Wat wij willen proberen is om juist die jongens een gezicht te geven. Weet je? De meeste zijn gewoon normale, maar hele arme knullen. Ja. Die gewoon hun land proberen te ontvluchten op weg naar werk, een plek, een opleiding, wat dan ook. En kennelijk hebben zij toch het idee dat het ook nog lonend zal zijn om deze tocht te maken. Terwijl feitelijk natuurlijk zo is dat heel veel mensen in een totaal deplorabele toestand ergens terechtkomen. Ja. Zij zien het in Europa terechtkomen, dat is al het grote geluk. Ja. Op een nacht, hè, dan komen er 200, 300, dan maken ze ladders in de bossen. Daar hebben we die jongens ook ontmoet. En dan bereiden ze zich voor en ze drukken zich op en ze proberen gezond te eten. Ja. En dan op een nacht gaan ze met z'n allen. En als ze erover komen, van de 300 halen dan misschien 70 het, of 20. Ja. En de overlijden er 6. En die anderen, daar hoor je nooit meer wat van. Want die worden misschien door de Marokkaanse politie meegenomen en in een paar honderd meter verder, 100 kilometer verderop in de woestijn neergezet. Als je er bent, dat is voor hun al het grote geluk. Ja, ja. Weten die Spanjaarden na een tijdje, ze worden goed opgevangen hoor. En dan weten ze ook niet zo goed wat ze ermee moeten. Dan gaan ze naar het vasteland. En daar is het van jongens,
verdwijn maar de illegaliteit in. Ja, en dat gebeurt. Een ander fragment wat ik ook aantrekkelijk vond daar was Fatia. Dat is een dame en er zijn er meer. En ja, die gaat eigenlijk niks anders. Die doet eigenlijk niks anders dan de grens overgaan. Ja, kijk, de muur gaat ook gewoon over. Gaat niet alleen maar over immigranten. De muur gaat over verhalen die zich rond die muur afspelen en mensen die van elkaar gescheiden worden of met die muur leven. En Fatiha is een Marokkaanse vrouw, woont dus aan de Marokkaanse kant. Die mag heen en weer naar Spanje en terug. En die werkt als menselijke pakezel. Die sleept goederen die grens over, omdat alles wat je met de voet kan meeslepen vrij is van importbelasting. Dat ziet er zo uit. En dat is een baan. Vastgeplakt worden aan de een of andere vracht die Marokko in moet. Het is het offer waard, zeggen de vrouwen. Omdat een oude regel stelt dat alles wat je dragen kunt is vrijgesteld van belasting. Quanto kilo's? 40. Dit is werk, hè? Wat we hier zien. Dit is een baan. Dit is wat je doet. Je bent koerier. Je bent drager. En dat doen ze, sommige vrouwen, meerdere nachten per week. Anderen moeten natuurlijk ook gewoon voor hun gezin zorgen. Maar ze proberen iedere week wel een aantal keer te gaan. En dan zitten ze daar al om 2 uur 's middags in die rij. Vechten met elkaar om pole position te bereiken. Om zo snel mogelijk naar die pakken te rennen. Controleren ze dat dan? Ze gaan de grens over. Dan worden ze van die pakken losgesneden door een Marokkaanse douanier. En die snijdt die pakken weer open en daar zitten dan kleren in of het is geen smokkelwaar of zo. Het zijn dingen die echt vanuit China, Europa naar Marokko gaan. Wat is het idee achter die oude regel? Misschien is die al heel erg oud. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat als je in een vrachtauto gaat, dan moeten er papieren en dingen, er staan in de file en gedoe. En een oude regel zegt wat je op je rug de grens over kan dragen. Wow. Daar betaal je geen import. En waarom doen ze dat 's nachts? Nou, ze gaan pas, het is hier alweer licht bij dat laatste stukje, ze gaan pas 's morgens gaat die grens open voor die vrouwen. Maar ze moeten al om 's middags gaan ze daar al slapen in die kartonnen dozen. En vanaf 1 uur of 3 staan ze te duwen met elkaar. Want ze willen een goede plek hebben. Want als je vooraan staat, kan je misschien wel twee keer met een zak lopen. Ik wil nog even een sprong maken, dat is Cuba. Een plek wat zeer tot de verbeelding spreekt, is Guantanamo Bay. Je bent daar naartoe geweest, althans dichtbij gekomen. Ja. Vanaf een route die op zich opmerkelijk is. Hè? Hoe ben je gereisd? Wij hebben vooral ook het Cubaanse verhaal willen maken. We kennen natuurlijk allemaal de beelden van de strafgevangenis in Guantanamo Bay. En daar zit een grote Amerikaanse marinebaas. Wij wilden het Cubaanse verhaal. Hoe leeft Cuba met die verdeling en die hekken? Ja. En we zijn, voor zover ik en we hebben kunnen onderzoeken, de eerste westerse ploeg geweest die door Cuba tot aan de Cubaan, door de mijnenvelden en de zoutvelden die daar liggen, tot aan de Cubaanse kant van dat hek gekomen. Ja, en staan daar dan ook borden dat iedereen weet van u gaat daar naar Guantanamo? Nou, dat laatste stuk, die een heel breed stuk, daar liggen meerdere dorpen in. Daar mogen gewone Cubanen al niet komen, speciale passen hebben. Een toerist zou er wel heen kunnen, een fotootje maken en terug. Maar om daar te draaien, dat heeft ons zowat 3/4 jaar gekost voordat we weer toestemming kregen van Havana mogen jullie naar Guantanamo. Dat is een gewone Cubaanse stad. Daar balen die Cubanen ook van. Dat iedereen denkt, ook Guantanamo, dus met die gevangenen van die Amerikanen. Nee, het is gewoon een Cubaanse provincie, Cubaanse stad. En daar kregen we weer een stukje toestemming. De Cubanen wilden weten dat wij ook het Cubaanse verhaal vertelden. Ja. Wat is Cubaanse geschiedenis. Wat is het Cubaanse verhaal van Guantanamo Bay eigenlijk? Guantanamo Bay, daar zitten de Amerikanen al 100 jaar, al meer dan 100 jaar. Vanaf het moment dat de Spanjaarden daar zaten. Toen is op een gegeven moment is er een vrijheidsstrijd geweest. Cubanen, toen zat daar dictator Batista. En die Amerikanen zaten daar maar. En die betaalden, ik geloof, $4.000 per jaar aan huur. Toen kwam op een gegeven moment de Castro's, 58, 59, de revolutie. En die zeiden zo van, dat land is niet gehuurd al 50 jaar, dat is bezet. Juist. We willen het terug. En die huur is ieder jaar gaat naar hun toe. Ik geloof dat er een cheque
En die weigeren zij te ontvangen, want zij zeggen dat is bezet land, dat zal en moet terug. Dus voor hen is het ook een symbool van de Amerikaanse aanwezigheid, van de ongelijkheid, van de grote aartsvijand. Ja. Zullen we even kijken naar een fragment? Is possibile di ir a las Salinas más cerca de la cerca? No hay más cerca que es. Es aquí. Sí, aquí. Tal vez a derecha aquí. Vamos a ver si. Sí. En zo rijden Augustine en ik als twee ondeugende schooljongens naar het mijnenveld. Oké, is oké, aquí zo. Parar, top. Sí. Ik weet niet of het heel verstandig is om hier door te gaan. Want er staat hier mijnveld. Ja, je laat je toch niet door één zo'n bordje, laat je toch niet... De cameraman is zijn been kwijtgeraakt. Dus, toen zei ik, hamer op met draaien. Dat, Wie wordt hier eigenlijk tegengehouden met dit mijnenveld? Wat is daar de gedachte van? Dat mijnenveld, dat is aangelegd zowel aan de Cubaanse kant en aan de Amerikaanse... hekwerken, mijnenveld. Ja, de Cubanen, de mensen die naar Amerika wilden. Ja. In eerste instantie, na de revolutie, liet Amerika ze allemaal komen. Was je tegen de revolutie, was je voor Amerika, dus kom maar. Maar in de loop der tijd is het daar helemaal dicht gemetseld en is het daar gewoon potdicht. En het bijzondere is, de oude Cubaan, die weet nog waar die voor gevochten heeft... met de Castro's, voor de vrijheid van dictator Batista. De jonge Cubaan die heeft dat allemaal niet meegemaakt. Die wil alleen maar een beter leven. Die willen allemaal naar Amerika. En dat is daar de tragiek. Ook al die oude revolutionairen, die hebben allemaal kinderen in Amerika. En het is wel de grote aardsvijand. Ja. En die jonge mensen hebben natuurlijk ook wel de tiran Castro gevoeld. Zeker, want dat land is natuurlijk economisch helemaal naar de kloten. Ja. Vooral toen ook de Russen zich daar na 89 van terugtrokken. Dat is echt heel... Het is gewoon ook zielig als je het ziet, weet je. Het is een fantastisch land, met fantastische mensen. Allemaal benaderbaar, ook op straat. Niemand zei, oh, niet filmen, bang. Maar ze willen allemaal weg, want het is gewoon... Het leven is daar gewoon... De kleuren zijn prachtig, maar het leven is slecht. We moeten eigenlijk afronden, maar jij steekt je vinger op. Ja, ik heb de eerste serie bekeken die ik heel mooi vond. En wat me opviel is dat al die mensen die aan de kanten van muren wonen... zijn eigenlijk heel berustend dat die muren er zijn. Heb jij hoop dat de muren... Want er zijn nu volgens mij 40.000 kilometer muur in aanbouw op de wereld. Ja. Heb je hoop dat die muren ooit weer worden afgebroken? Nee, op veel plekken word je heel mismoedig. Muren die er staan, die blijven denk ik heel lang staan. Maar op sommige plekken is er hoop. Nou, bijvoorbeeld een aflevering over Detroit. Daar is het maar klein, daar is het probleem groot, maar die muren zijn klein. En als mensen daar tot elkaar zouden kunnen komen dan... En ook hier in Cuba, nou, dat Guantanamo Bay zullen ze niet zo snel afstoten, die Amerikanen. Maar die gefortificeerde grens... Wel. Maar over Europa maak ik me wel veel zorgen. Vanaf aanstaande zondag kunt u het allemaal zien. 7:15 is het. VARA, NPO 2. Ja. Nou, dat is een mooi tijdslot daar. Zeker. Er worden mooie dingen vertoond.